Ja, je net wakker, hè? Ja. Ik ben top. Baby, je moet eerst thuis goed drinken. Ja, baby! Baby! Ik kan me weer helpen. Als baby zo lang is. Kijk, heeft ze de oogjes open. Oeh. Yeah. De oogjes heeft hij ook. Maar dat is niet echt de zaak. We gaan samen naar school brengen. Ja, puppies. Kijk, hè. Wacht. Nu doe ik beter. Rustig blazen. Goed zo. Dat was wel iets beter. Dat was nog beter. En ook flapperen. Kijk. Wee. En hou dit even vast bij je andere kant. Want ik ga zo. Het is rustig hier. Kijk, hè. Dat was ook iets. Doe maar aan de lucht en de lucht blazen. Goed zo. Naar bellen. Mooi. Tjotje. Hi. Lief zijn, hè? Lief aaien. Ja. Zachtjes. Dat is de baby's. Dat was een baby. Ja, hij is lief in slaap. Hij is een beetje moe. Ja, hij moet heel veel slapen nog, hè? Stoel aangeven, Charles. Ik pas me aan. Hij is een suiker. Mama gaat maken. Mama gaat lekker eten maken. Mama is maken. Ja, ga checks eten. Lekker eten. Ja. Ga checks lekker eten. Hè? Ja. Diep ontspannen de beentjes. Wat is dat? Diep ontspannen. Wat betekent dat dan? Dat is de fiets. Ja. Dit is lekker.
slapen. Voor morgen. Mama is in bad. Ja. Niet bad. Mama, douche. Oh, douche, ja. En de baby gaat eigenlijk in bad, hè? Ja. Die is nu gaan slapen, hè? Ja, en een kleine badje. Ja, een kleine, wat zo'n erachter kleine, staat. Zo'n kleine. Ja. Daar staat een badje. Wij grote. Ja, jullie in een grote bad, hè? Kamer. Maar die, het bad is wel heel hoog. Ja, maar dan kan je er goed aan staan, hè? Dan kan je er ook goed bij. Daarvoor is dat. Ik wil ook daar. Oeh, ga je daar kijken als de baby in bad is? Ja. Maar hoe kunnen we dat dan zien? Ja, moet je een beetje op je tenen staan. Baby te maken. Oh, ga maar op de tafel kleien, zat. Ga maar, kom. Laat maar zien. Oh, ik kan het precies bij. Hier is Lies van kleien. Shaliza. Ja. Ik kan het precies bij. Ja. En die mevrouw doet dat met mama. Baby. De hulp die we krijgen. Mama en toen baby. Gewoon een beetje nat maken. Ik ook. Beetje nat maken. Ja. Zo? Zo. Celisa, nee. Is goed. En dan... Een beetje knijpen. Beetje knijpen. Goed zo. Ik wil ook knijpen. Ja, en dan mag het. Doe maar even. Even snoetje nat maken. Kijk. Papa, mama, wat is dat voor groene ding? Een navelstreng. Vanzelf, het valt toch af. Zal er één deze dagen zal er dan wel afvallen? Ik wil daar niet een chance van. Wat wil je daar doen? Ja, dat is een ding. Ja, dat is een keer een romper met een leier, ja. Nee, bij de baby. Op de buikje. Moet je wassen? Kent ze dat baby? Zoek je maar wat zijntje. Dat is allemaal chess. Ja. Ik wil het niet. Ja. Lekker kiezen we dat baby. Ja, dat kan. Lekker gewend weer dat die grote zusjes zijn. Dat is Lisa. Zeg maar hallo. Hoi. Dat is mijn popje. Daarbij. Dat is mijn popje en spelen. En ja, hier is mijn unicorn. Ik denk dat jullie het niet goed kan zien. Hier is hij. Hij is wel een hele lange snuf. Kijk eens. Zo ziet hij eruit. Zo is hem. Kijk hier. Tot hier. Zo. Tot het hoofdje. We zijn naar bij de action geweest. Wat heb je uitgekozen? Celisa heeft dit uitgekozen. En wat had jij? Laat eens zien. Lipstick, hè? Van Lollipop. En we moesten nog wat lampjes aan en wat andere dingen voor thuis. En dat ruikt hetzelfde. Nou, Lonnie. En die hout dingetjes gaan voor. Wat was er ook alweer? Een make-up set in het hout, hè? Deze welke? Wat Charlie's had uitgekozen? Met die houten. Make-up set. Make-up set. Wat had jij nog meer uitgekozen? Ik had nog de hoedje van de... Hey, Xavi. Wat heb je gemaakt? Wat is dat? Dat is mooi. Voor de baby, hè? Ja. Heb je dat op school gemaakt? Super mooi. Wat staat daar? Hoera, één zoon. Omdat je een broertje hebt gekregen, hè? Wat ga je doen? Ik ga even naar zwemmen. Zwemles, heb je er veel zin in? Ja. Zeg maar tot zo. Tot zo. Ja. Lisa is helemaal uitgeput. Mama is aan het rusten.
Jasmine is bij de zwemles. Hondjes zijn buiten. Chucks liggen in de wieg. En Chavi, wat ben jij aan het doen? TV in kijken, hè? Wat is dat? Heeft hij abbe gedaan? Die mensen kunnen plagen, het gooien door. Ja, goed zo. Pas op bij de zwemplaats. Wat heb je allemaal moeten doen? Dit en moet met het plankje moet ik gewoon zo. Goed zo. En toen zo stappen. Oh, dat ging wel heel goed dus. Ja. Goed zo. Gaan we nu weer naar huis, hè? Je mag als je wil met de handjes. Ja, hoeft niet. Ik heb al genoeg desinfectie voor het hele jaar. Hoor. En dan gaan we naar huis, hè? Waar was je geweest? Ja, naar mijn zwemles. Hoe ging het? Goed. Wat heb je allemaal moeten doen? Ja, dit, maar ook met het plankje. Met het plankje moet ik gewoon anderhalven en dan zo naar boven. En toen ging ik met mijn benen spatteren, met de rug en toen met het plankje over mijn hoofd heen. Kijk zo, dus moest ik het plankje vasthouden en toen spatteren met mijn benen. Via het trapje moest ik springen en ik ging als superhero. Ik ging goed springen. Zonder een plankje en ook zonder een zo'n watje om je kurkje. Zonder, alles zonder. Goed zo, Sjaan. Spring in het water. Dat doe je wel goed dan. Ja. Ik kijk niet. Even naar het vuur. Ja. Dat is niet vuur. Dat hij dan kan slapen. Ik heb het gevaarlijk. Kijk het te lachen man. Jood, nou ik van jou, hè? Ja. Maar hoe weet hij, waarom houdt hij van jou? En hoe weet hij dat jij mama bent? Dat hij dat ruikt en hoort aan mijn hartslag. Omdat ik in zijn buik heb gezeten. Of hij heeft in mijn buik gezeten. Ruikt hij dat dan? Ja. Ik wou dat ik een baby Jack had. Je krijgt later een baby, hè? Maar ik wou dat de baby Jack heet en een jongen was. Zo'n mooi kereltje, hè?
Ben je ook trots dat je grote zus bent? Ja? Nu ben je nog grotere zus, hè? Ben echt een grote zus. Ja. Hoeveel jaar ben ik ook alweer? Dat weet je heel goed. Nee. 1. Ja. 2. 3. 4. 5. 6. Ja, dat weet 7. Je. 7. Nee, bijna. 6,5 toch? Ja. Ja, bijna 7. Eerst is het jaar jarig, hè? Wanneer ben ik jarig? In de zomer of in de winter? Wanneer ben ik jarig? Denk eens naar. In de zomer? Bijna in de zomer. Ja, einde van de zomer, hè? In het einde van de zomer? Ja. Welke baan ben je jarig? Weet je dat? Welke baan? Welke wat? Maand? Welke maand? Ja. Ja. En dan 18 wat? 18 sep. September. Goed zo.